Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en als het commerciële beest dat ik ben, ben ik heel veel foto's aan het maken voor alle samenwerkingen van Black Week. En ik had een tijdje terug in de vlog al aangegeven dat ik bezig was met een wimperserum testen. En dan, dat was een samenwerking eigenlijk, maar dat moest ik eerst nog even testen, want mijn wimpers moesten er uiteraard van groeien om een goede before- en afterfoto te kunnen maken. Maar ik kreeg dus allemaal een soort van schilfers op mijn oog. En ik zie ook niet echt verschil, terwijl ik het wel echt de afgelopen maand iedere dag gebruikt. Dus die heb ik wel weer afgezegd. Dus ik zal nooit met opzet troep aanprijzen, want dit was gewoon echt ruk. Anyway, vandaag wordt de vloer gelegd op kantoor, dus dan ga ik even kijken. Ik heb heel veel foto's gemaakt, dus door het hele huis ligt kleding. Ik moet ook mijn kast een beetje gaan uitpluizen, want United Wardrobe, daar zet ik altijd mijn kleding op. Maar dat is overgenomen door Vinted. Ze zijn dus samengevoegd, waardoor er nu eigenlijk nog maar één grote platform is om al je kleding te verkopen. Dat scheelt weer, want alles onder één dak is veel makkelijker dan allemaal losse apps. Kijk maar bijvoorbeeld naar alle merken die een groot warenhuis verkoopt. Dat is veel handiger dan dat je allemaal los naar die winkels moet. Nou, dat is nu dus ook zo online. En je kunt heel makkelijk, als je al een United Wardrobe account had, kun je hem heel makkelijk overzetten op Vinted. Dan moet je gewoon zorgen dat je de laatste versie van de app hebt. En dan alle stappen wijzen zich in de app vanzelf. Ik zal even een link hier beneden posten met die link die gaat naar mijn nieuwe Vinted account. En dus de nieuwe items die ik daarop heb gepost. Ik moet zeggen dat ik de app van Vinted sowieso ook heel makkelijk vind. Dus eigenlijk zou ik die gewoon downloaden en dan via daar alles doen. En het fijne aan Vinted vind ik ook dat ze 0% commissie pakken. Dus alles wat je verkoopt, dat krijg je ook gewoon geheel zelf. En het is fijn dat dus, omdat al die, het zijn 5 landen echt in 1, heb je veel snellere kans om je items te verkopen. Bij United Wardrobe was het bijvoorbeeld voornamelijk wel Nederland. En dan was het best wel irritant als je dan soort van, ja, aan meerdere mensen of een grotere markt wilde aanspreken. En nu met Vinted verkoop je dus veel makkelijker ook bijvoorbeeld een pakketje aan iemand die in Frankrijk woont. Maar het feit dat je het sneller verkocht krijgt en in meerdere plekken, betekent dus ook dat er meer aanbod is. Maar echt in alles. Dus gewoon dames, heren, kinderen, maar ook home. Dus dat vind ik vooral ook een hele leuke categorie. Ik zou zeggen, neem vooral een kijkje op de app. En als je dus al je United Wardrobe had, kan je heel makkelijk je account overzetten. Oké, ik kom aan op kantoor. En er staat iemand op mijn plek. Namelijk Laminaat Plaza. Want zij komen de vloer vandaag leggen. Dus op zich, als ik iemand mijn plek gun, dan zijn zij het. And look who we have here. Stanley motherfucking Beach. Even kijken, waar ga ik mijn auto zitten? Nou, ze zijn bezig met alles. Echt zwaar perfectiewerk, zo'n die puntjes, hè? Maar het grootste deel is dus al gelegd. En kijk even het verschil. Dat was het dus eerst. Dit wordt nu gelegd. En dan zie je dan nog een beetje de voetstappen op. Maar dit stuk hier is schoongemaakt. En hoe mooi is dit? En dan komt daar straks nog dat frontje op voor de keuken en hoge plinten. Dan ben ik zo blij met hoe het uiteindelijk in mijn hoofd tot leven is gekomen met die muur van de kleuren, de vloer, de keuken. En straks komen de meubels er nog in. Ik ga nog een IGTV maken dus over hoe alles, waar alles van is ten eerste, welke kleuren en hoe ik het bedacht heb. Dus heel veel zin in. Het wordt steeds leuker en dan straks lekker al die decennio dingen aan de muur. Ik heb even polshoogte genomen bij kantoor. En die vloer ziet er echt fabulous uit. Het is gewoon, ik was zo bang omdat ik eigenlijk van tevoren gewoon allemaal losse dingen had bedacht. Van dat moet dan wel mooi zijn. Maar voor hetzelfde geld is het echt allemaal een groot disaster in het echt. Wat ik vroeger dus altijd dan een beetje random shit ging kopen bij de IKEA. En dan dacht ik, ga mijn kamer verbouwen. En het zag er echt nooit uit. Maar dit wordt wel echt geweldig. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik ga nu even langs een PostNL of DHL, I don't freaking know, ophaalpunt. Want er ligt een pakket. Dan ga ik boodschappen doen. Want er moet vanavond natuurlijk ook gegeten worden. En Rob heeft vanmiddag echt de goorste lunch ooit gehad met een broodje kroket en een broodje warm vlees en een hele rambam. Dus ik ga denk ik
speciaal voor Max broccolisoep maken. Love it. En sommige mensen zullen nu denken, speciaal voor Max, je doet het toch voor Robert? Klopt. Maar dan moet je even mijn eerste mukbang met Danique kijken. No spawn. Ik ben weer thuis. Lizzie opgehaald. En ik moet even alle ravage thuis gaan opruimen ook. Dus ik dacht, ik ga gewoon eten bestellen. Ik heb helemaal geen zin om te koken. Ik moet echt nog superveel doen. Bed verschonen. Het vaatwas voor de hele huishoudelijke klote taken. Je hebt de iPad? Ja. Ga je niet meer voetballen? Daar was je toch net zo lekker mee bezig? Of ga je het boekje van Sinterklaas lezen? Dat mag ook. Dat is ook superleuk. En iets anders dan een scherm. Ik heb dus eten besteld, maar ik kan het ook gewoon doen. Als ik het zo heel netjes eruit schep. Alsof ik heb gekookt. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En we hebben echt nog heel lang in bed gechilled. Kom je mee? Kom, we gaan aankleden. Het is 10:15 en we gaan nu pas aankleden. Ik heb me klaargemaakt en ik ga vandaag weer een nieuwe mukbang opnemen met Daan. Ik zag in de comments van de week op de eerste mukbang, toen wilde ik natuurlijk iedere week gaan doen, dat iemand reageert met haha, we weten allemaal dat dit nooit gaat gebeuren. Maar we houden het nu best wel al goed vol, dus ik ben er best wel trots op. Ik hoop dat jullie het ook nog steeds leuk vinden, maar zolang dat zo is, blijf het gewoon doen. Hoe leuk, ik ben dus Daan op gaan halen om in Rotterdam wat te eten. En hier heb je dus de foodhallen in Rotterdam. En daar is een stelts advertentie. Hoe cool vind ik dit om te zien. Wij hebben net een mukbang opgenomen. Lekker met pannenkoekjes. Lekker met dit heerlijke broodje. Oh, wil je deze niet voor Piet meenemen? Ja. Top, dan doe ik hem terug in het zak. Deze overal denk ik. Alsjeblieft, Piet. Deze moet jij nog echt opeten. Nee, ik trek dat niet meer. Misschien ook wel later nog. Nee. Heel lekker. Onnodige sugars. Wij gaan nog even een foto maken van mij. Oh ja. Er zit allemaal poedersuiker op en Ja. Op je lip. Bij waterfoto. Ja, dat is wel leuk denk ik hè. Bij die Erasmusbrug, mei. Oh, je leuk. Daar, ja. Oké, ik ben maar een beetje heen en weer aan het dwarrelen voor mijn gevoel. Ik heb net de mukbang opgenomen met Daan. Daar komt het vandaag. Dus de dag dat ik dit opneem, niet dat jullie dit zien. Die van vorige week nog online. Ik had net een telefonisch interview met Boulevard voor de promo van Temptation. Want als jullie deze vlog zien, staat de eerste twee afleveringen van Temptation al online. Echt zo leuk, echt zo spannend. En echt heel erg benieuwd wat iedereen ervan vindt. Dus daarvoor gaan we nu naar, of Kai en ik hebben nu een interview bij Slam FM, als ik het goed zeg. Of niet? Misschien Radio 538? Ik ben echt totaal niet. Koen en Sander Show, Radio 538 is dat toch? Nou, we gaan het vanzelf zien wat het is. Maar we gaan in ieder geval lekker gezellig praten over Temptation. Dat is het belangrijkste. Normaal gesproken heb je natuurlijk gewoon een persdag waarin je alle pers doet in één keer. Maar dat kon niet in verband met de maatregelen. Dus nu doen we even gewoon losse dingen. Maar heel gezellig. We gaan een uurtje daar te gast zijn in de radioshow. En echt op dit soort momenten ben ik Rob zo dankbaar dat hij er überhaupt is. En hij kan nu Sarah Lizzie straks ophalen. Eten geven. Klaarmaken voor bed. Echt zo geweldig. Hij ontlast me ook in zoveel dingen. Echt mega fijn. Verder is dit vandaag de outfit. Ik heb een zwarte flirt aan van Most Wanted. Daaronder een body van de Zara. Daaroverheen een trui van Marlene Burger. Daar overheen lekker laagjes, een jasje van Most Wanted, mijn schoenen Isabel en deze tas van Bottega. En vorige week toen ik zo dronken door de Kalverstraat in de nacht liep te brallen, wat voor geweldige dingen ik had gezien bij Bershka, die heb ik even zelf besteld. In plaats van dat we die dag erna daarheen waren gegaan. Maar die moet ik allemaal nog even passen. Het ziet er in ieder geval heel vrolijk uit. En ik ben weer onwijs aan het ahoeren. Ik moet gewoon door. Wat ik dus ook echt een van de vervelende dingen vind aan die maatregelen, of in ieder geval dat de horeca dicht is, is dat ik dan nu vandaag iets heb opgenomen in Rotterdam en ik nu naar Hilversum moest, maar tussendoor kan je nergens een kopje koffie drinken of denk ik ga even hier werken. Dus dan moest ik terug naar huis en heb ik 20 minuten thuis snel een wasje kunnen draaien en nu moet ik weer in de auto naar Hilversum, wat gewoon echt onnodig omrijden is en
ja, dat vind ik wel echt een belemmering. Maar goed, natuurlijk ook geen first world problem. Laat ik me niet aanstellen. Wij waren net te gast bij... Kan je dit soort dingen nog terugzien? Ja. Gewoon op 538.nl. Ja. Nou, 538.nl. Leuk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en het is alweer 21:15. En er is een lummeltje die heel langzaam doet. Echt heel langzaam. Kom, we gaan je haar doen. Alles is nee. Ja. Kom. Ja, kom alsjeblieft. Kom, loop maar mee. We gaan je haar doen. Kom nou. Wil je alsjeblieft komen, Sarah Lissie? Wil je kijken naar de foto? Nou, dan ga ik wel alleen maar haar doen. Doei! Nee. Nou, dan moet je komen. Anders ben ik weg. Kom dan. Kom. Oké, wat een... Ah, corona spugger. Wat een vermoeiende ochtend was dit met Sarah Lissie. Oh, ze gaat dan echt van mega schattig naar draak, naar vreselijk irritant, naar zo ontzettend lief. Het is echt... I cannot. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. Het is gewoon een oriënterende afspraak. Maar Rob had gisteren een huis gezien op Funda. En we gaan vandaag even kijken. Misschien is het dat, misschien totaal niet. Gewoon een beetje kijken wat zouden we leuk vinden voor de toekomst. Dus nog geen concrete verhuisplannen. Maar ja, ik dacht wel even leuk om te delen. En daarna ga ik sporten. En vanavond ga ik weer sporten. Dus het is echt de psychoot in mij. Dat als ik dan eenmaal weer ergens voor ga, ga ik ook echt op een gestoorde manier. Twee keer op één dag. Ik weet niet of dat heel goed voor je is. Of dat het zin heeft, ergens beslaat. Het enige wat ik denk is dat ik heel veel calorieën ga verbranden. En dan ook heel veel honger krijg. Dus ook heel veel ga eten. En mezelf dan ook een reden geef om veel te mogen eten. Ik vind het trouwens zo ontzettend leuk om te zien dat de mukbangs met Daan echt zo ontzettend goed ontvangen worden. Ik heb echt in lange tijd niet zoveel motivatie gehad om lekker video's te maken. En de reacties zijn echt ontzettend lief. En ik weet niet, ik word er vrolijk van. Ik heb echt zoiets van, het is echt een fantastische zet om gezellig met Daan iedere week de video's te doen. Gewoon dat we dan elkaar iedere week weer kunnen zien. En het is ook nog geweldig dat jullie het leuk vinden. Ik vind het echt, ik raak er in zulke... positieve gemotiveerde vibes van dit soort dingen. Heerlijk. Nou, het is echt ongelooflijk zaad weer. Echt meteen een soort van gestraft voor mijn goede gedrag om te gaan sporten. Maar oké. Ik ben nu dus onderweg naar die bezichtiging. En ik had het vorige week of twee weken geleden alweer even over kopen zonder kijken. Dat echt onze nieuwe verslaving is. Maar ik heb dus een beetje het idee dat Rob nu de nieuwe Bob wil zijn. Want... het huis, zeg maar, eigenlijk alles voldoet aan onze eisen. Ik ga ook helemaal in kopen zonder kijken termen praten. Maar er moet echt heel veel aan gedaan worden. En ik ben altijd zo van, ik koop liever een huis dan wat iets meer kost. Maar wat helemaal af is, waar je niks meer aan hoeft te doen. Dat je gewoon een verhuisdoos mee kan nemen met je favoriete spullen en dat je minimalistische leven vanaf daar begint. En dat je binnen 3 maanden natuurlijk weer je hele huis vol met troep hebt staan. Dat is ongeveer mijn ideale beeld van verhuizen. En Rob die heeft dus zoiets van, we kunnen alle muren plat gooien. Doe je daar een badkamer waar nu de keuken staat, dan doen we daar een badkamer. Gaan we lekker helemaal verbouwen en doen. En dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Ook mensen die zelf een huis laten bouwen, wat doe je jezelf aan? Ik snap dat niet. Het heeft ook nooit in mijn bucketlist of dromen gestaan. Het is toch fucking lekker als iets gewoon al helemaal af is. Maar goed, dat ben ik. Dus Rob had gisteren deze naar mij doorgestuurd. En daar moet dus echt wel echt alles aan gebeuren. En dan stuur ik dingen naar hem door die gewoon al helemaal fliek zijn. Want goed, als je dus gaat kijken naar hoeveel budget er weer in zijn verbouwing gaat. Ja, dan kan je net zo goed ook
gewoon meer geld bij het budget optellen en denken, dan gaan we gewoon gelijk voor dat in plaats van ellende en geld wat het je nog extra kost. Nou ja, anyway, we gaan het zien. Misschien is het huis helemaal niks. Oh my lord, gesport. Het was zo heftig weer. Ik heb er niet veel van gefilmd, want mijn camera lag in de auto. Maar de bezichtiging hebben we ook gehad. We laten het even tot ons... We laten het even bezinken, laat ik het zo zeggen. En oh mijn god, Temptation staat vandaag online. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de reacties. Ik ga nu lekker naar... naar huis, douchen. Ik voel me zo vies. Ik heb net even de nude lip opgedaan van de Momo Beauty Kit Nude. En dit is ook echt een hele mooie kleur. Hij droogt ook mat op. Oh, ik heb dit zo hard getraind dat ik gewoon moeite heb met de trap opkomen. Ik ga lekker de mukbang voor volgende week alvast editen. Ik ben zo blij dat ik gewoon volwassener ben geworden en denk, laat ik die zooi nou gewoon doen. Voordat ik het uitstel, omdat ik denk, het is volgende week online. En dan altijd op het laatste moment wachten en stress en haast. De mukbang is afgeëdit. En hij komt woensdag online, als jullie deze vlog zien. Hij is echt weer zo grappig. En ik zit nu te kijken. Ik heb zoveel zin in deze pancakes met Nutella en aardbeien. Echt heerlijk. Ik heb het bad aangezet. Ik ga even lekker in bad. Want ik heb echt net zo ziek hard getraind. En over 3 uur is de volgende training alweer. Dus ik ga even lekker de spiertjes ontspannen. Even rustig. En dan straks weer beuken. Oké, het is bijna tijd voor de volgende training. En oh my god. Ik moest dus keihard tijdens training met zo'n, tegen zo'n pop aantrappen. Het is best wel een aardige pop. Gewoon een blauwe plek op mijn vreef. We zijn weer aan het sporten. Het valt me echt fucking zwaar. Ik zweet me echt een partij. Mijn handen trillen gewoon. Ik had het zo warm. Dank je. Helemaal uitgestrekt. Lekker staan. Maar nu voel ik me echt goed. Ja. Ik kom de komende 3 dagen mijn bed niet meer uit, maar... Ik sport op een dag. Ik ken inmiddels bijna een jaar. Is nog nooit gebeurd. Ik heb nooit gehoord. Maar ook niet heel normaal om te doen. Topsporters, hè? Zoals jij. Die doen dat. Ja, ik heb gisteren met Danique iets opgenomen. Wat denk je dat hier in een blikje zit? Pinky Rose. Als er zo'n glas bij zit. Zo'n vissenkom. Doe mij een Pinky Rose en een... En mag ik extra limo erbij? Een latte alsjeblieft. En nog een latte, nog een pink. Nee, niet plassen gewoon. Ken je dit lied? Akoestische versie. Van? High School Musical, daar heeft me looking for. Ah. It's hard to believe that I couldn't see. You are all. Wow, het lijkt gewoon echt zodat de speaker kwam. With no one to hold. Nee, dat is net beter. Oké, gedoucht en... Nu lekker in bed. Het is 9:30. En nu ga ik samen met Rob de eerste 2 afleveringen van Temptation kijken. Ik heb ze de hele dag gespaard. Ik heb wel wat losse dingen gezien. Maar nog niet een volledige edit en hoe het nu is. Dus ik ben echt mega benieuwd. Ik ga het sowieso lastig vinden om mezelf terug te zien. Omdat je dan gewoon, ik weet niet, altijd denkt dit had anders gekund. Of... Maar goed, het gaat gelukkig niet om mij in dit programma. Het... Het gaat over de koppels die meedoen om... voor mensen die Temptation Island trouwens niet kennen. Ik denk niet dat het er heel veel zijn. Als in het is al jarenlang zo mega anders. Of zo mega populair format. Maar dit jaar is een beetje anders. Want dit seizoen wat ik dus mocht presenteren is Temptation Island Love or Leave. Wat inhoudt dat bij de andere versie deden vaak koppels mee die aan elkaar gingen bewijzen hoe trouw ze wel niet konden zijn. En dat ze... Niet vreemd gingen. Dus ze maakten afspraken van niet zoenen, geen seks, bla bla bla. En ja, dan was het gewoon pompen of zuipen. En nu met deze versie is het, doen de koppels mee, die al best wel, sommigen hebben echt wel een heel lange relatie. En die zitten een beetje op een soort doodspoor in hun relatie. Dus gaan we verder, maken we elkaar nog gelukkig? Of moeten we gewoon kijken of het gras aan de overkant groener is? Gunnen we elkaar misschien die ruimte? Dus ze geven elkaar ook letterlijk 2 weken de ruimte om vrijblijvend te daten met anderen. En zich echt open te stellen voor anderen. En we hebben dit jaar ook niet verleiders, maar singles die zelf ook op zoek zijn naar liefde. Dus het is meer een soort van, nou, meer bijna eigenlijk een datingshow dan een sensatie
we gaan kijken wie er het snelste fout in gaat, zeg maar. Het is ook niet echt, ja, je laat elkaar ook vrij, dus ga je dan echt de fout in? Sommige mensen snap ik dat je dan gelijk denkt, oké, is het dan nog wel sensationeel genoeg? Dat vind ik wel. Tenminste, van wat ik heb meegemaakt daar in Italië, denk ik niet dat het qua sensatie onderdoet aan andere, aan eerdere seizoenen. Maar het is gewoon anders. Ik denk iets, iets van, het is meer een beetje die Amerikaanse versie. Is dat ook op Videoland? Ik weet niet of veel mensen die hebben gezien, maar ja, dat is wel leuk. Ik voel me altijd zo mannelijk als ik mijn haar zo heb. Terwijl altijd als ik mensen op Instagram of YouTube of whatever zie, met ook in het echt trouwens, met een zo strak dat haar. En dan zo lekker een laag knotje of een knotje net een beetje zo hier. Dat vind ik altijd zo fliek. En bij mezelf denk ik echt, nee. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is 9:30 en wij starten rustig de dag. Ja? Oh nee, niet alles eruit halen. No, no, no. Zo zijn we niet getrouwd. Nee, ja, je kan. Sarah Lissy, kom op. Ik ruim alles op. Ik val. Nee. Leg maar terug. Ja. Ja. Oh ja, zo heb je het wel goed teruggelegd, denk je. Zo is het wel goed. Ja, beetje. Een beetje goed. Nou. Het beertje, weer het beertje aan. Ja. Het beertje in de was. Helaas. Het zit aan. Het zit in de was, liefje. Kom nou. Waar heb je au? Ogen. In je ogen? Omdat ik het licht uitdeed. Ja. Oh, gelukkig kan je er zo van lachen. Kom je? Dan gaan we je sokken aan doen. Hallo mevrouw, poesje. Ja. Ja. Ja, dan heb ik die ook aan me. Kom, Sarah Lissy. Papa. Kom je? Ga je het zelf doen of mama doen? Hallo. Mama doen. Mama doen. Nee, nee, niet op de grond. Oh. Ah, ik heb zo'n spierpijn. Wat een topvoetje heb jij. Dat zijn de beste. Ja. Ik heb het al lang gezien. Je hebt de beste voetjes. Mama heeft ook voetjes. Mama heeft ook voetjes, maar dat zijn niet de beste voetjes hoor. Nee. Nee. Die zijn niet om aan te gluren. Nee. Nee. En de twee. Een knuffeltje. Oké. Ah. Nee! Weet je waar je schoenen zijn, madame? Weet ik wat? Zou ze maar even gaan zoeken als ik jou was? Weet ik wat? Misschien boven of beneden? Maar kom eens eerst even hier met jou op gaan zitten. Ja! Ik heb een heel leuk pakketje binnen. Net gekregen. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Tenminste, ik zie dat het van Blond Amsterdam is. En toevallig heeft Chantal deze week een collectie met hun gelanceerd. Eens even kijken. Oh, wat leuk. Kaartje. White chocolate raspberry cheesecake. Dit klinkt helemaal niet verkeerd. Thee, altijd goed. En wat is dit? Ah, wat leuk. Heel leuk. En de NC. De beauty issue. En een nieuwe die volgens mij net in de winkel ligt. Altijd lekker. Oh. Dit is een hoop. Oh, hier ben ik echt blij mee. Oh no, dit is zonde. Trust the magic. Nou, dan zal ik maar geloven in scherven brengen geluk. Nou, hoe schattig is dit?
alles in leuke pastelkleuren. En dan hier allemaal leuke tekstjes op. Oké, ik ga even een koffietje zetten. Ik ben echt in de week van... Ik koop een koffiezetapparaat. Alleen ik weet niet of ik hier dagelijks gebruik van ga maken naar... Ik kan niet functioneren als ik geen koffie drink. Dat vind ik dus ook meteen het gevaar aan koffie drinken überhaupt. Oké, ik heb me klaargemaakt en ik ga richting kantoor. Ik heb vandaag deze outfit van Most Wanted aan. Deze Bottega tas en mijn Isabel Marant schoenen. Ik kom aan op kantoor. En mijn thuissituatie is niet anders dan mijn werksituatie. Maar de vloer ligt er helemaal in. De plinten moeten nog komen, maar dit is echt zo ontzettend mooi. Och, wat een heerlijk gevoel dit zeg. Ik heb nog niks vergeten vandaag. En Rob zou een broodje komen brengen. Oh, kut, daar is die. Ik heb net een zak M&M's gevonden in de kast hier. Dus die is nu bijna op. Hey, Rob en ik hebben net weer een bouwval bekeken. Ik ga nu boodschappen doen. Ik ga mijn geld maar aan dingen uitbesteden die, waar ik wel nu iets aan heb. Wat wil je doen? Je hebt de iPad. Ga je lekker op de bank zitten? Ja. Ja. Dat hou ik toch van jou? Kijken. Wil je niet kijken? Het zijn echte gesprekken met mijn tweejarige dochter. Letterlijk. Tent. Oké. Wil je lekker in je tent kijken? Ja. Nou, is goed. Ga maar naar je tent. Loop maar naar je tent. Kan je daar lekker kijken? Nee. Wil niet tent. Wil niet tent kijken. Dan niet. Mij maakt het echt geen reet uit waar je gaat kijken. Ja. Hm? Weer in de tent. Weer in de tent? Ja. Nou, ga dan. Ik hou je echt nog steeds niet tegen in het stadium van je leven. Later! Vrijdagavond. The Voice. Lekker gesnaaid. Mannetje lekker aan het werk. Mannetje lekker de eurotjes aan het verdienen. Wat zeg je? Kijk of het wel een keer lukt. En nou, ik lig lekker te niksen. Lekker een beetje de Voice te kijken. Sarah Lissie lekker in bed. Mij kan niks gebeuren. Goedemorgen. Ja. Waar is je broek dan? Pak hem maar. Het is een vredige zaterdagochtend. Nou, niet helemaal. Wat heb jij nou? Kaas. Oh, dat is boter. Ja. Gadver. Beetje veel gedaan. Er zit er gewoon, het lijkt wel een soort van spijs, weet je, als een amandelspijs. Robert besmeurt even zijn boter met boter. Wajo. Wajo! Er was ooit een stel dat deed mee met kopen van kijken. Ja. Wil je hagelslag? Ojojo, wajo. Er was ooit een stel dat ik mee aan koop stond te kijken. En ze waren allebei gymleraar. Doe je nou boter dan pindakaas? Ja, blijkbaar. Ik heb die ook gezegd van. En een hagelslag? Wajo. Ja, het is zaterdag, hè? Het is gewoon een club sandwich. Ook dat je dit allemaal op één bordje doet. Hier word ik dus echt cringe van. Hoe kon je nou de filet naast de hagelslag hebben? Dat lipje van het brood ook aan je trui, echt een beest. Ja, doe maar aan, dat kan je toch? Ja. Hoi. Goed, mijn verhaal. Er deed ooit een stel mee aan kopen zonder kijken. Wil jij helpen? Mama, wil je me alsjeblieft helpen? Helpen. Ik doe het wel zelf. Maar hij mag wel een beetje echt getoast zijn, zeg maar. Maar goed, er deden ze ooit een stel mee aan kopen zonder kijken en ze waren allebei LO-docent. En ze waren dus, het was best wel gewoon zo'n jong, hip stel. En die vrouw die zei dus bij alles, waarschijnlijk had ze dat van de leerlingen geleerd. Mag ik een verhaal vertellen alsjeblieft?
Dan kwam ze... Nee, oké, ik merk het. Dan kwam ze in een ruimte en zei ze... Wajo! Oh, kijk dat gas van huis! En dan kwamen ze boven... Wajo! Oh, die slaapkamer gek! Wajo! Wajo, die keuken! Was zo grappig. Was zo grappig. Wajo! Kijk dat hoedje wat jij op hebt. Wajo! Je staat op de keuken. Wajo! Oh, sorry. Waar moet ik kijken? Wajo! Kijk de muur. Oké, we zijn allemaal klaar. Ik heb al het gevoel dat we echt een week verder zijn. Als iedereen klaar is om uit huis te gaan. En dan gaat Robert nog even een mailtje tikken. 10 seconden. Echt unglaublich. Dat duurt helemaal lang op deze manier, hè? Nou, je hoeft je niet te laten afleiden erbij. Ik heb wel nerveus van je. Bijna klaar. Schiet op, schiet op, schiet op, schiet op, schiet op, schiet op, schiet op. Wij zijn even langs gegaan bij mijn vader. En nu zijn wij bij Piet en Daan. En Rob heeft net een nieuwe trui gekocht en die wil hij aandoen. Omdat hij hem wil laten zien aan Pieter en Danique. En dat vind ik schattig. En zijn er spullen gestolen? Wat? Zijn er spullen gestolen? Huh? Ha? Zeg maar. Zijn er spullen gestolen? Nee. Mooi. Oh, heerlijk. We hebben lekker finca. Piet en Rob hebben net het eten gehaald. Oh. Dat is de vraag. Het ziet er... Hey, rotkatje. Hoezo, je wil ik wil jou zeker hebben. Ja, kom maar. Dat is een relaxte kat. Ja, dat is echt een hele relaxte kat. Ja, kopen. Voor hoeveel? Zonder kijken. Kopen zonder kijken. Bel Bob. Je mag nu niet meer naar de kijken, maar je moet ze wel kopen. Bel Bob. Het nieuwe HelloFresh menu is binnen. En het aanbod voor deze week is... Duitse biefstuk met pittige zoete aardappelpuree en gebakken knoflooksnijbonen. Het is een goede AVG. Maar even één keer. Duitse biefstuk, pittige zoete aardappelpuree en gebakken knoflook snijblonen. Lekker. Snijblonen. Dit vind ik een hele goede voor morgen. Onze healthy vega day. Namelijk courgette prijssoep met verse dillen met zelfgemaakte croutons en pesto bruschetta's. Lekker. Toch? Zeker. Lekker vega ook. Soep. En we hebben een bourgondisch maal. De bereidingstijd daarvan is 60 minuten. En dat is gehakt brood met spek en blauwe bessensaus met gegrilde bloemkool, spruiten en aardappelpuree. Dat is wel heel veel, hè? Ja, het is helemaal vol. Ze hebben echt heel veel. Ze hebben echt gewoon die makkelijke balans, veggie, vega, soep dingen. Dit is gewoon een lekker snel familiegerecht, AVG'tje. En ze hebben ook echt, als je gewoon eters krijgt, die wil echt uitpakken. Meerdere groentes, een aardappelpuree, gehakt brood, een apart sausje zelf maken. Alles is er. En hoe lang duurt de hoofd om dat te maken? Deze is 60 minuten, deze 25 en deze ook 25. Hij ziet er top uit. Het is altijd lekker. Toch? Ja, het is altijd goed. Nee, ik ben wel blij als die doos voor de deur staat. Dat je hem dan naar boven mag tillen. Ja, beter dat er wat te eten is. Volgende keer nemen we even een kijkje in Robert's huis. En daar in de keuken, want er is letterlijk nada. Nee. Ik heb ook nog kwark voor je gekocht trouwens. Ik zag het, niet van je. Dankjewel. En heb je komijnenkaas gegeten die ik voor jou speciaal heb gekocht? Goedemorgen. Nou, gefeliciteerd. Geef een komijnenkaas. Ja. Goedemorgen, ja, is perfect hè. Ik... Ik heb heerlijk uitgeslapen, we eigenlijk allemaal. Sarah Lizzie werd pas om 10 uur wakker. Top hè? Dat jij zo lekker lang hebt geslapen. En nu even lekker ontbijten. Wat wil je ei? Lekker. Kun je wat je bedoelt? Hier? Lekker. Hé. Hey. Nee. Nee. Hey. Dus voor stout kindjes. Nee. Oké, ik heb me even klaargemaakt. En Sarah-Lies gaat straks haar middagslaapje doen. Wat voor mij dan weer lekker is. Want dan kan ik de HelloFresh maaltijd maken. Wil je niet slapen? Nee. Wat een verrassing. Oh.
Dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Maar goed, als zij dan slaapt, kan ik heel makkelijk onze lunch gaan maken. En ik ga gewoon een beetje een lichte lunch maken. Ik ga voor een courgette prijssoep met verse dillen. En zoals je kunt zien is dit uiteraard een vegetarisch gerecht. En bij HelloFresh heb je minimaal 6 vegetarische recepten op het menu per week. Wat dus betekent dat je eigenlijk vrijwel bijna iedere avond vegetarisch zou kunnen eten met HelloFresh. Ik zelf eet ook veel meer vega door HelloFresh, omdat je vaker recepten ziet waarvan je denkt, oh, dat is ook lekker. En dan heb je eigenlijk niet eens door dat er dus geen vlees of vis in zit. Terwijl normaal gesproken ga ik altijd bij het uitkiezen van een maaltijd denken van, wat past er bij het vlees of vis ding waar ik dan zin in heb. En nu krijg je gewoon echt dingen voorgeschoteld eigenlijk op het menu waarvan je denkt, oh, dat is lekker. En dan is het dus vegetarisch. En ik heb ook heel vaak dat ik nieuwe groentes ontdek. Nou, bij deze, ik ken uiteraard prei en courgette, maar het is echt vaak dat je ook bepaalde knollen bijvoorbeeld eet die je normaal gesproken niet zo heel snel zelf zou kopen, laat staan, ermee gaat koken en er al een recept mee weet. En vooral in deze tijd waarin iedereen natuurlijk steeds een beetje meer bezig is met duurzaamheid, is HelloFresh ook echt een mega goed begin om jouw steentje bij te dragen. Als je niet zelf soort van ja, mega into actief ondernemen op het betreft van duurzaamheid bent, zoals misschien ik zelf, is dit dan toch wel echt een heel goed begin om je daarin te oriënteren en je meer mee bezig te houden. Qua verpakkingen proberen ze ook zo min mogelijk plastic te gebruiken. Je krijgt bijvoorbeeld je groentes gewoon zo. En dat is echt helemaal prima, want je gaat ze toch wassen. En ik vind het eigenlijk altijd belachelijk dat dit soort dingen en komkommers, et cetera, altijd in het plastic verpakt zijn in de supermarkt. Ook heb je, als je via HelloFresh bestelt, dus eigenlijk geen of niet te maken met voedselverspilling. Want je geeft dus aan voor hoeveel personen jij de box wil ontvangen. En dat kan vanaf 2 personen. En je ziet dus ook het recept wat je meekrijgt. Ik heb dus voor 3 personen besteld. Je ziet precies hoeveel er dus in het gerecht moet. En ook precies die hoeveelheid krijg je dus opgestuurd. Dus als je dat voor 2 of voor 6 personen doet, het is gewoon eigenlijk ja, altijd in de juiste hoeveelheden. Wat betekent dat je zelf nooit eten hoeft weg te gooien. En buiten dat is het ook wel heel lekker dat het al voor je afgemeten bord. Omdat ik heb heel vaak dat als ik een pastaatje ga maken, dat ik niet weet hoeveel pasta ik dan moet gebruiken. Ik denk altijd dat ik meer nodig heb dan dat ik nodig heb. Want nou ja, als het niet gekookt is, dan is het gewoon kleiner. En dan denk ik altijd, het is echt niet genoeg voor 3 personen. En dan heb ik het gemaakt en denk ik, hier kan echt een heel weeshuis van eten. Dus dat heb je hierbij echt totaal niet. En er is wel altijd gewoon genoeg. En wat ik dus ook heel erg top vind is, je kunt je box natuurlijk aan en uitzetten. Dat is het beste als je dat gewoon wel goed in de gaten houdt. En niet vergeet ook natuurlijk om verspilling te voorkomen. Maar mocht je dat nou wel vergeten, HelloFresh die werkt ook heel veel met plaatselijke voedselbanken samen. Dus als er een keer een box niet bezorgd kon worden, dan gaat het naar de voedselbank. Dat vind ik ook echt een geweldig initiatief. En nou ja, ze proberen dus echt die voedselverspilling echt tot zo laag mogelijk te brengen. En dat vind ik heel tof. Verder is het natuurlijk gewoon fabulous dat je geen boodschappen hoeft te doen. Want ik heb echt zo vaak dat ik dan voor de hele week inkopen doe. En ja, sommige dingen zijn gewoon niet lang houdbaar. Maar je weet ook niet of je er echt zin in hebt die week. En dan ja, is het klaar. En natuurlijk sowieso het allerbeste aan HelloFresh is dat je geen stress hebt met je partner over wat gaan we vanavond eten en wie gaat daarvoor zorgen. Het is gewoon, je krijgt gewoon binnen wat je hebt besteld. Dit is dus wat je nodig hebt voor de soep. En als ik dit zo zie liggen, denk ik al helemaal lekker bezig qua veggies. Oké, ik heb de prei en de courgette gesneden. En die ga ik nu bakken in olijfolie en wat knoflook erbij trouwens ook nog. En de soep is klaar. Nou, het soepje is alweer op inmiddels. Het was een heel lekker soepje, toch? Heel lekker. Hè? Hè? Vertel dan. Nee, heel lekker. Groenten en knoflook. Dus nee, het was echt heel lekker, toch? Ja, echt top. Ik ga gewoon een ijsje nemen, denk ik. Echt? Ja. Als het zo lekker was, dan nee, ik heb zin in. Het was te gezond. Nee, het was top. Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk nooit de combinatie prei met courgette als eerste zou kiezen. Ik vind broccoli soep bijvoorbeeld heel lekker. Maar helemaal top. Het is zo deprimerend dat het zo vroeg donker wordt. Vind je niet? Oké, we hebben dus altijd een man die eens in zoveel tijd het oud papier even komt halen omdat het zo ontzettend veel is en dat de spuigaten uitloopt en wij hebben niet een bus of iets waarmee we het allemaal kunnen vervoeren. Dus dat is hij dan.
Maar ik was een paar schoenen wat ertussen zat vergeten. Dus we rijden nu naar Borden. Klein ommetje van 3 kwartier. En daarna moeten wij, daarna gaan we bij Roep's vader eten. Dus het is best wel om. Het is op slag, joh. Niet normaal. Het is ook mistig. Oké, ik dacht, we gaan het niet laat maken. Het is echt schandalig laat. Het is gewoon 9:30. En we zijn nu pas thuis. Jij moet naar bed. Nee, ga je niet naar bed? Papa. Wil je nog wat kijken? Biest op gangje daar in een kop. Je kan twee ogen kijken. Kijk. Doe eens kranken naar de kop! Kleine lijp. Woo! We're going to your bed now. Wow! Hey! Back to your bedje. Oh! Nee, 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 nee. Doe maar je schoenen uit. Kijken. Nee, we gaan niks meer kijken. Oké, ik heb lekker gedoucht. Ik ga nu alles opruimen. Het lijkt wel alsof op maandag komt altijd... Oh, dit heb ik trouwens helemaal niet verteld. We hebben natuurlijk nog niet onwijs lang dit interieur. Ik heb nu die poever even opgezet. Een ondefinieerbare zwarte vlek. Dit was dus nog lijper. Ik heb het helemaal proberen schoon te boenen, maar het lukt gewoon niet. Echt afschuwelijk. Ik weet gewoon niet wat het is. Ik denk dat het een soort van teer of zo was. Maar goed, not amused natuurlijk. Dus ik probeer nu te kijken of ik een soort van reinigingsservice kan benaderen. Die wel weten hoe het weg moet of of het weg kunnen halen. I don't know. We zullen het zien. Maar mijn verhaal was, het lijkt wel alsof iedere zondagavond, ik probeer gewoon de hele tijd door de dag heen een beetje alles op te ruimen. Maar het lijkt op zondagavond altijd wel extreem erg te zijn. En op maandag komt de schoonmaak, dus dan moet alles opgeruimd zijn. Maar dat is toch altijd weer een tegenval op die zondagavond als je gewoon naar je nest wil. En ik heb dus echt een mega goede tip. Dit is geen spon, maar gewoon echt mega chill. Ik slaap nu dus altijd in deze basic zwarte t-shirts. En ze zijn zo ontzettend zacht. En ik heb ze gewoon gekocht bij de Zeeman. Ze kosten volgens mij €2,99 per stuk. Dus ik heb er 7 gekocht. En dan heb ik iedere avond gewoon een schoon shirt om in te slapen. En dat hoef je dan gewoon 1 keer in de week was je ze allemaal. Maar het echt dit stofje, het is niet normaal. Zo lekker zacht en ja, ik weet niet. Gewoon echt voor zo'n goede prijs, zo'n heerlijk fijne kwaliteit om lekker in te slapen. Dit systeem werkt voor mij echt zo goed dat ik gewoon nu de avond van tevoren alle belangrijke to-do's van morgen hier opplak. En dan kan ik gewoon pas rustig zijn wanneer alles er vanaf is. Dus ik weet niet, ik vind het echt top. Want dan zie je gewoon lekker helemaal in je clean kitchen die irritante briefjes hangen met dingen die je nog moet doen. Over de kledingsituatie in de slaapkamer gaan we het maar niet hebben. Oh my lord. Wow. Ik heb echt niet goed mijn oogmake-up eraf gehaald, zie ik. Ew. Anyway, het is vandaag maandag. Roep is echt al lang en breed naar zijn werk. Aangezien het 9:50 is. Saralise slaapt nog steeds. Oh, wat heerlijk. Saralise is wakker. Ik heb haar wakker gemaakt zelf. En ik voel me een beetje depressed. Want ik ben haar tas aan het inpakken. Aangezien Lars terugkomt voor de komende tijd in december, gaat ze natuurlijk veel tijd daardoor brengen. Omdat, nou, ze heeft hem bijna een jaar niet gezien. Maar ik vind het wel echt lastig. Ik weet dat ik haar echt kan zien wanneer ik wil. En zij wonen ook dichtbij. Maar oh, ik vind het toch wel echt een ding. Ik bedoel, ze heeft echt een jaar lang heeft ze gewoon, is gewoon alleen bij mij geweest. Oh, sorry hoor. Maar ik dacht dat ik het ook wel ergens lekker zou vinden. Van joh, eventjes rust. Maar nu het dichtbij komt, zie ik er toch echt zo tegenop. Dankjewel, schatje. Gaan we aankleden? Ga jij zelf een broek aan doen op mama? Ja, ook. Oké, in de tas? Ja. Top. Wil jij je broek aan? Ja. Goed zo. Ah, dit is ook zo lief. Mama, mama heeft al een broek aan. Oh. Ja, dat is dezelfde. Ja. Leuk hè?
Ja. Ze is zo lief, ze kan alles zo goed. Ja. Ze is zo... iets meer naar rechts. Kom maar. Zo, moet je hem aan doen. Lekker zacht, hè? Nou goed, anyway. Dit hoort er natuurlijk ook bij. Maar doe maar je broek aan, schatje. Ja. Het valt me even zwaar. Oké, Sarah Lucie is op de crash. Ik moet vandaag... Oh, kut. Ik moet vandaag best wel veel dingen doen vanuit huis. Ik heb vandaag een coronatest voor opnames die ik heb van de week. Ik moet mijn vlog monteren. En ik moet mijn Vinted account gaan updaten. Als jullie deze vlog zien, dan heb ik nieuwe items toegevoegd aan mijn nieuwe Vinted account. En ik moet sporten ook trouwens om 1 uur. Ik had net mijn sleutels in de auto laten liggen bij Rob. Dus die appte net van, dit is echt totaal niet handig. Want die zit op kantoor. Maar goed, ik heb net een reserve gevonden. Dus ik heb het idee, het geluk vandaag, het was een teken, staat aan mijn zijde. Ik heb net foto's gemaakt voor Vinted. Het is echt heel veel verschillend. Ik heb best wel ook leuke kerstitems of oud en nieuw bijvoorbeeld. Het verschilt echt mega. Ik heb hier bijvoorbeeld een jurkje van Ganni, die pas ik niet meer. Ik heb een tijdje geleden wat jurkjes gekocht bij House of CB, maar ook allemaal maten klein. Maar wel echt super leuk, echt. Deze vind ik ook zo mooi. Ik zou willen dat ik hem zou passen, want hij is echt prachtig. Deze van Naked ook mooi. Rotate heb ik ook een playsuit van staan. Een blazer van Bershka pas ik ook niet. Dus nou, dit zijn een beetje de items die op mijn Vinted staan. Gadverdamme, het is 2 graden Celsius. Het is echt gewoon ineens van, oh nou, ik heb het gevoel dat er geen winter komt naar fuck. Ik haat de kou. Ik haat de kou. Oh mijn god. Dit was de zwaarste workout. Ik meen het echt. Van mijn leven. Ik snap niet waarom ik lach. Waarschijnlijk omdat ik me verder geen houding meer weet te geven. Ik kan dit niet meer aan. Ik ben zo ontzettend kapot. Ik ben eindelijk weer een beetje bijgekomen. Ik heb letterlijk nog een half uur in de auto gezeten om bij te komen. Ik stel me echt ontzettend aan. Maar oké, ik voel me nu weer helemaal goed. Ik ga langs een sneltest drive-thru voor een coronatest. Omdat ik een negatieve uitslag nodig heb voor opnames deze week. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb er echt totaal geen zin in. Ik vond het de vorige keer echt vreselijk ook. Laat ik positief blijven. Vandaag wordt het een heerlijke test. Het gaat gewoon lekker aanvoelen. Hi. Hoi. Hi, ik ga testen. Ja. Ja. Ik wil het heel voorzichtig doen met mijn neus. Ja, ik haat het zo erg. Ik ben altijd voorzichtig. Oké. Okay. Ik heb een keer heel hard gehad. Even kijken. Ja, tuurlijk. Sorry. Wat is je naam? Monika Geuze. Ik had hem eigenlijk om 5 uur gepland. Maar Okay. Ik ben wat eerder. Okay. Gelukkig. Wat een creatieve oplossing dit. Ja. Ja, we moesten wat. Ja, dat is ook zo. Ja. Ik heb hier gewoon een witte. Nou, lekker positief ervan inzien. Het doet geen pijn, het is vooral een raar gevoel. En je gaat er van tranen. Ja, ik heb er al 2 gehad en ik vond ze echt vreselijk. Ja. Nou, oké. Ben je er klaar voor? Nee. Als je ietsje deze kant op kan komen. Ja, prima. Oh. Dat was het. Vreselijk. Ja, sorry. Ja, nee, ja. Maar wat bizar dat jullie zo snel uitslag hebben. Ja. Oké, ik had nog een beetje soep over van gisteren, dus dat ben ik nu aan het eten. En ik ga mijn vlog editen. En dan ga ik lekker douchen, want... Oh, wat voel ik me goor. Maar goed, ik ga dus ook lekker de vlog afsluiten. Ik ga lekker kaarsjes aandoen. En rustig editen. Heerlijk. Nou, ik zie jullie volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie trouwens ook woensdag weer.
met een nieuwe mukbang samen met Daan. En ik vraag me ook af of jullie woensdag of donderdag een lekkerdere tijd moeten uploaden. Want ik heb nu zoiets van, die woensdag is al erg dicht op die maandag. Dus misschien gewoon naar donderdag verplaatsen. Let me know. Oké, doei!